Welkom bij Buddings Autovlog. Voor iedereen die het beu is, hè, die beelden uit Nieuw-Zeeland, Australië en zo. Ik kan me voorstellen, het is allemaal niet op, het niks met auto's te maken. Ik ben beland in de snoepwinkel op autogebied. Dit is wat je noemt vette shit. Jongens, dit is een autohotel in Nederland. Dag meneer, het is van Porsche Centrum Gelderland. En met Porsche Center Gelderland hebben ze Porsche Classic Center. En dat Classic Center dat wordt geopend momenteel. En heb ik het een en ander gedaan voor Autovisie. Maar toen kwam ik hier terecht. Boven. Op een plek waar eigenlijk niet iedereen terecht mag komen. En daar staat dit. Je kunt het zo gek niet bedenken. Een Clubsport 968 944 Cabrio. Hier. Dit is gaaf, hè? En die auto's hebben eigenlijk één ding gemeen. Ze zijn uniek. Dan wel vanwege de hoeveelheid die er geproduceerd is. Dan wel vanwege de kilometers. Er wordt nog een beetje gewerkt daar. Dat is wat je hoort. Dit is een korte Audi Quattro. Heb ik voor Autovisie ooit een keer een verhaal meegemaakt. Vergelijking eigenlijk met een 205 T16. Hier een rijtje. Hagelnieuwe 911's. Worden die dan verkocht? Nee, dat worden ze niet. Die zijn uniek. Dus die staan hier. En je kunt hier dus als eigenaar van iets bijzonders je auto stallen. Dan staat die klimaat gunstig. Dan staat die droog. En dan staat die veilig. Kennen jullie dit? Een Ensman. Carbon fiber body. Met een beetje Porsche onderkant in. Hey, en dit, wanneer zie je dat? Een groene 911. Misschien niet helemaal onze keus, het is wel apart. Hier een rijtje RS'en. RS. Nog meer RS. Nog meer. En dan daar weer een enorme verzameling met golfjes. Dit golfje, degene die RTL Autovisie altijd kijkt, herkent hem misschien, stond ooit in de studio. Dat is de eerste serie RTL Autovisie. Dat ga ze niet allemaal laten zien hoor, hier. Er komt geen eind aan. Maar deze nog eventjes. 901. Nummertje 13. Ongerestaureerd. En dan moet je weten dat het uiteraard bij nummer 1 begon met dat model. Hè, de voorganger eigenlijk van de 911. Maar uiteindelijk werd het 911. 901 was geen goed idee. Maar de eerste 9 waren prototypes. Dus dit is de vierde van de echte productieauto's. Dit hier. Niet alleen Porsche stickers erop, Volkswagen busje, maar ook een Porsche motor achterin. Patrick? Ja? Is dit hem voor jou? Dit is hem. Gaaf, hè? Geweldig. En dan staat hij stil en dan hoor je hem nog niet eens. Je moet hem aanzetten. Dus eigenlijk moet je deze kiezen, maar ik wil een sleutel geven. Dit is zo geweldig. Ja? Fantastisch. Deze doen. Oké. Okay. Dit hier is ook apart. Kijk. Het is een Beutler Porsche 356, technisch, maar kijk, iedereen die dacht van die Panamera, dat is de eerste 4-5-zits Porsche. Ja, mooi niet. Deze. Nee, het lijkt niet op een Porsche. Ja, wie zegt dat het moet? Er staat zoveel lekkers daar bij Porsche Gelderland. Stiekem. Even eentje mee heb genomen. Heel veel RS'en. Ja, dus werd het een RS. Een 911, 964 type. RS, dat is al goed. Maar nog niet goed genoeg. Daar hebben ze een clubsportversie. Nog weer lichter. Nog weer wat anders afgesteld. Het ding hebben we verhuild. Rustig aandoen. Het ding remt raar zeg. Rustig aandoen, want hij is koud. En de reden waarom die motortjes van de 911 zo lang meegaan, dat is omdat ze ijzersterk zijn, maar je moet hem wel natuurlijk een beetje opwarmen. Even netjes ermee doen. Nou, leuk jongens, dit is alles dat de naam RS draagt bij Porsche, wordt de wereld waard, of is de wereld waard. Nou ja, deze dus ook. Ik moet ze direct de buitenkant laten zien. Maar dit is wel gaaf zeg. Lekker klinken. Het is een echte racer. Volledige rolkooi erin. En dan rijdt het gewoon. Zo makkelijk, het is niet knalhard, het schakelt fatsoenlijk, niet ontzettend nerveus, maar het is wel heel uniek, zijn er volgens mij 290 van gebouwd.
Nou, dat was hem dan. Porsche Classic Center. Als je nou al die klassiekers wilt zien, beter wilt zien, moet je gewoon even op autovisie.nl kijken. Daar staat het hele verhaal in videovorm. En daar ben ik inmiddels wat verder. Het is ochtend. Dit is Florence. Ik ben over de Alpen hier naartoe gevlogen. En nou, mocht je gaan skiën de komende tijd, dan zit je goed. Want er ligt sneeuw zat. En dit is Florence. Op een mooie herfstochtend met daarachter de Santa Maria del Fiore. Oftewel de Duomo. Maar ja, we zijn hier natuurlijk niet om mooie oudheidkundige gebouwen te gaan bekijken. We zijn hier om met een auto te rijden. Nou zie ik er hier toevallig geen een staan. Ik laat hem jullie zo zien. Hij is fraai. De Renault Talisman. Hij is heel fraai. Die Laurens van der Akker, die kan dat op een of andere manier wel hoor. Het tekenen van auto's. Alleen, ja, die auto, die heeft natuurlijk nogal een taak, hè. Die moet dus de Renault Laguna gaan vergeten. Doen vergeten. Ja, die Laguna, dat was niet best. Als één auto een belabberd imago heeft, dan is het die Laguna. En ja, als ook één soort auto een belabberd imago heeft, dan is het de grote Franse auto. En die Talisman, die moet dus beide dingen gaan oplossen. Dat valt niet mee. Dat valt niet mee. Maar is wel mooi. Nou, dit is hem dan. De Talisman. Een beetje een gekke naam. Ze hebben die naam al eerder gebruikt. Op verschillende plekken in de wereld werd die naam al gebruikt. En Renault heeft hem gebruikt als naam voor een conceptcar. Maar dan mogen jullie het zeggen. Er zit wat Duits in, hè. Achterkant een beetje A6, misschien wat Passat. Maar goed, dat zijn allemaal geen auto's waar je je voor zou moeten schamen. Integendeel. Het is echt zonder meer een erg geslaagde auto. En ze verwachten hier nogal wat. Kijk. Sneeuwkettingen. Nou, sneeuw zat in de Alpen, maar hier in Toscane ligt niks. En dat heeft er dan weer mee te maken dat dat verplicht is hier. Ja, het is natuurlijk wel een moeizame missie, hè? De Talisman. Het is een grote Renault en het is een grote Franse auto. Nou, beide zijn nou niet bepaald ingrediënten tot, ja, heel veel succes. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan het dat een grote Peugeot, een grote Renault, een grote Citroën, maar ook grote Italiaanse auto's, denk aan een grote Alfa, een grote Fiat, een grote Lancia, hoe kan het dat dergelijke auto's gewoon eigenlijk nooit succesvol zijn? Als ze op de markt komen, dan denkt iedereen van, ah, nou, nu wordt het wel wat, en dan worden die auto's verkocht. Maar ze zijn heel snel over de datum, het is heel snel gedaan. Ja. En ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. De houdbaarheid. Pak een Mercedes C-klasse, een BMW 3-serie of een Audi A4 van 1 of misschien zelfs 2 generaties geleden. Dat zijn auto's die nog steeds, ja, wel kunnen qua design. Ze steken goed in elkaar nog altijd. Als je erin rijdt, voelt het niet aan als een taxi die een heel leven lang in Senegal dienst heeft gedaan. En als je dan in een Italiaanse of Franse auto stapt, midsize auto, die dan pak een beet een leventje erop heeft zitten, een jaar of 6, 7, ja, dan is die oud. Dan voelt die oud aan, dan ontbreken er bepaalde technieken. Ik denk dat dat het is en het heeft natuurlijk heel veel te maken met kwaliteit. Kijk, het ziet er nu mooi uit, het ziet er goed uit. En ik zeg niet dat het hieraan gaat mankeren, hè, bij de Talisman de komende jaren, maar bij al zijn voorgangers en ook de Italiaanse voorgangers gaat het een beetje rammelen. Het wordt wat, ja, wat losser als het ware. Het is gewoon niet meer zoals het was. En precies dat is dus bij die Duitse auto's altijd voor elkaar. Laurens van der Akker is verantwoordelijk geweest voor het design van de Talisman. En ja, wat hij dus heeft bedacht is dat die auto moest gewoon heel erg mooi worden. Hij zegt zelf, ja, we weten dat we natuurlijk een beetje een achterstand hebben vanwege de kwaliteitsbeleving en het kwaliteitsniveau van de Laguna. Dus het enige wat ik kan doen is gewoon een hele mooie auto tekenen. En ja, dat maakt dan hebberig bij sommige mensen. Dan kopen ze hem en dan merken ze dat de kwaliteit verbeterd is. En kijk, dit is dus de Talisman. Dat is strak, dat is bijna Duits. En toch ook wel met een soort van elegante, ja, sierlijkheid. En dan is dit zijn voorganger. En die is dan ook gewoon echt oud. Qua design. Ook met vierwielbesturing. Het is echt een overjarige auto. En dat is dus precies waarom het misgaat met de houdbaarheid van grote Franse auto's. Ze zijn heel snel oud. En dit oogt overjarig. Het is het ook, maar het oogt het ook. En als je nou een BMW 3-serie hebt, of een C-klasse, of een A4. Ja, een A4 al ietsje minder, maar zeker een Mercedes en een BMW. Als die gewoon 1 of 2 generaties oud zijn, dan ogen ze niet overjarig. Nou, dan is het dus de vraag,
of Laurens het voor elkaar hebben gekregen om een design te bedenken voor deze auto. Dat dus, als er een nieuwe talisman komt over een jaar of zes, deze niet heel erg oud is. Maar er zit in ieder geval niet heel veel aan tierenlantijntjes. Het is een sedan, dat scheelt ook. Met een mooie gestrekte vorm. Grote Renault-emblemen, maar dat past hem wel. Ja. Tijd zal het leren. Maar dat is een lelijk ding, dat is duidelijk. Jullie hebben het al herkend natuurlijk, Mugello, Toscane, een mooie baan. Wordt volop getraind momenteel met Formule 3 auto's. Ja, we zijn niet voor de Formule 3, we zijn voor de Talisman. En wat staat hier? De Talisman Estate. Daar is die sedan een fraaie auto. Dit klopt ook wel, hè, zo. Mooier, vind ik. Erg goed gelijnd, hoor. Die achterkant is in balans, de zijkant is goed. Hij is heel erg ruim. Als je zin hebt in een Estate, moet je een poosje wachten. Want de sedan die komt in januari op de markt. En de Estate, ja, een paar maanden later. En dan kost die €1200 extra. Goed, en wel terug vanuit Italië. Alweer omhoog. Het is een beetje omhoog en omlaag hoor deze week. Maar goed, dat is niet anders. Nu ben ik onderweg naar Nice en dan kan ik morgen rijden op een van de klein baantje daar met de Peugeot 308 Hybrid R. En dat is wel een interessante auto. Ten eerste omdat die 500 pk heeft, maar ten tweede omdat het niet zeker is of die in productie gaat. En dat is natuurlijk de vraag die we daar gaan stellen. Aangekomen in de Provence. Prachtige omgeving. Zonnetje schijnt. Het lijkt wel voorjaar. Dat is het natuurlijk niet. En dan ben ik hier naartoe gereden met deze auto. Een RCZR. En dat is, ja, dat wisten we, een hele fijne. Won niet voor niks ooit een keer een supertest bij Autovisie. Maar dat is ook zo zonde dat het ding uit productie is genomen. Hè? Ik vind het echt een gave car. Heel erg Peugeot. Gewoon gek, anders, bijzonder. En precies dat is wat we de komende tijd eigenlijk wat minder gaan zien bij Peugeot. Deze is uit productie genomen. En ja, deze ervoor in de plaats. En dat is ook een fijne. Dat is ook leuk. Coupe France, hè, met twee kleuren. Best heel snel, 270 pk. Maar dat hele unieke, dat gekke, dat, hè, zo'n RCZ heeft, dat zit hier niet in. Daar dan dezelfde kleurstelling, maar dan andersom. In een 208 GTI. Die 208 GTI die won onlangs ook een test in Autovisie. Dit is de juiste versie met veel vermogen en een sperp tussen de wielen. Maar ja, daar komen we allemaal niet voor. We komen om te rijden met de 308 R Hybrid. Dat is een conceptcar, een auto die heel misschien dus in productie gaat. Ze hebben er twee. De ene is een showcar en de ander is een prototype. Ja. En meer zijn er ook niet, hè? Ook niet een paar reserveauto's, ook nog niet stiekem iets achter de hand. Nee, alleen die twee. Circuit du Var. Ik ken het niet. Jullie misschien? Het schijnt toch wel een leuk baantje te zijn. Ligt hier een beetje in het achterland van Saint-Tropez. Vrij onbekend. En dat is natuurlijk omdat er eigenlijk nauwelijks gereden wordt met in competitieverband. Maar wel met dit soort auto's. Hier komen we voor. De 308 R Hybrid. En dat is dus de showauto. De showauto die in Frankfurt stond. Niet dezelfde, maar gewoon dat is hem, zeg maar. En die stond overigens ook op Shanghai. En dat is een auto die wel het hybride systeem heeft. In combinatie met de 270 pk GTI motor. En dan in totaal 500 pk. Maar het is ook een auto die, ja, eigenlijk nog niet de onderstelafstemmingen heeft. Die erop horen te zitten. Ja, is dat belangrijk? Nou, wel een beetje, want de auto die dat dan zeg maar wel heeft, daar zal ik nu langzaam naartoe lopen, het is namelijk niet helemaal de bedoeling, die hebben ze zojuist stuk gemaakt. Dat is de showcar. En dit hier is het prototype, eigenlijk de testauto. In die testauto zit al diezelfde apparatuur, maar gelijktijdig dus ook de complete onderstel setup, de dempers, de veren, heel de bende zoals het erop moet komen te zitten als de auto eventueel in productie gaat. En net die auto
doet het niet meer. Ja, sorry jongens, maar die doet het niet meer. Die hebben ze stuk gemaakt. Blijkbaar heeft iemand verkeerd geschakeld. Er is een motorprobleem, maar daar ga ik dus niet mee rijden. En hier ga ik wel mee rijden. Maar dat betekent dus dat ik niet een heel uitgebreid degelijk verslag kan doen hoe de onderstel setup wordt, maar wel van de aandrijflijn. Het is natuurlijk wel een idioot idee, hè, dat deze Peugeot Hybrid R, R Hybrid moet ik eigenlijk zeggen, dat die min of meer dezelfde techniek heeft als een Porsche 918. Weliswaar op een heel ander niveau, hè, maar de layout van de hele aandrijflijn die komt overeen. En dat betekent dus dat hij een verbrandingsmotor heeft. En die verbrandingsmotor heeft wat nadeeltjes. Die levert bijvoorbeeld onderin weinig kracht. Of die levert op het moment dat de turbodruk nog niet op pijl is, levert hij ook weinig kracht. En de elektromotor assisteert op dat moment. En precies hetzelfde heeft een Porsche 918 ook. Die heeft een verbrandingsmotor en die wordt dus geassisteerd door een elektromotor. En uiteindelijk krijgt die ook nog eens heel veel meer vermogen door nog een elektromotor. Nou, precies hetzelfde heeft deze hybrid van Peugeot ook. Hij heeft die elektromotor aan de voorkant die gekoppeld is aan de versnellingsbak, die hem assisteert op de dode momenten. En dan heeft hij een elektromotor aan de achterkant die nog eens zorgt voor extra vermogen. En ja, dan heb je dus uiteindelijk 500 pk. En ja, waarom hanteert Peugeot dit systeem, hè? Waarom hangen ze er niet gewoon simpelweg een veel dikkere motor in? Een veel dikkere motor betekent meer brandstofverbruik. Een veel dikkere motor moet je ontwikkelen. Dus het is vrij kostbaar. En ik denk dat ze dan op de goede weg zijn. Dit is waarschijnlijk de manier om performance auto's te gaan bouwen zonder dat die extreem veel brandstof gaan gebruiken en zonder dat die ook extreem duur worden. Het is namelijk relatief eenvoudig om een elektromotor aan het geheel te koppelen. In dit geval is die aan de versnellingsbak, aan de output van de versnellingsbak gehangen en dan heeft die meer vermogen. En ik denk dat de weg is die we nu ingaan. Je ziet dat bij de hypercars, zie je dat dus nu gebeuren. En Peugeot is eigenlijk de eerste die dit systeem toepast bij een min of meer volumemodel. We zullen hem niet in productie zien gaan, deze auto. Maar we zullen wel dit systeem in de toekomst bij al tal van merken in performance auto's, betaalbare performance auto's, zullen gaan zien. Zitten we dan, Budding? Ja. Goed geluidje wel, hè? Het is allemaal mooi gemaakt, hè? Stoeltjes, separate stoelen achterin. En dan hier de bediening van die gerobotiseerde bak. Hier zie je wat er allemaal gebeurt. Ja. Ik ga natuurlijk niet vertellen hoe het helemaal zit met die auto. Maar kan je wel melden dat het eigenlijk een veel positiever verhaal is geworden dan ik op voorhand had gedacht. En als je nou alles wil weten, je wil alles weten, kijk gewoon eventjes de video op autovisie.nl. Heel even luisteren, heel even luisteren. Heel luisteren. En het is wel de hele dag voor je op het screen staan. Ja, wel goed, hè? Ik vind het echt de moeite waard. Ik had het niet verwacht. En de filosofie erachter is leuk. Klopt helemaal. En gaat uiteindelijk ook nog hard. Oh ja, we hebben nog een extra knopje. Nog 100 pk erbij. Snel dan even uitleggen. Erik is toch bezig. Hier, dit is tussen de achterwielen, daar zit een elektromotor. Hier zit de accu, dat is dus hier tussen de stoelen. En dan heb je hier de verbrandingsmotor, de normale verbrandingsmotor met 270 pk. Daaraan vast zit dus de versnellingsbak en bij de output van de versnellingsbak zit dan die andere elektromotor. Afhankelijk van welke knop je hebt ingedrukt, doet de ene elektromotor het, of doet allebei de elektromotoren het, of doet de voorste het een klein beetje, heeft maximaal 115 pk. Kan ook zijn dat hij er dan 15 levert. Zo, ben je er weer? Ja. Joh, ik zit het hele verhaal te vertellen. Ze vergas geven, want hij is op de uitlaat, dus je moet even laten horen hoe die klinkt. Ik zit weer alles te vertellen. Ja, niet goed. Dit was het. Bedankt voor het kijken. Budding's Autovlog. Volgende week uiteraard weer. Onder andere vanuit Portugal.
rijden met de nieuwe grote Lexus SUV. Ook weer een hybrid trouwens, maar een heel ander principe dan deze hybrid. Ik heb nog wat. Jongens. Volgende week ook rijden met de buggy van de heren Coronel. Tim en Tom gaan Dakar rijden en ik niet. Dat is wel jammer eigenlijk, want ik zou het best wel graag willen doen. Maar ik mag wel een rondje met hun auto in Nederland. Dat allemaal volgende week. Bedankt voor het kijken. Deel hem weer. Zet hem op Twitter of op Facebook. Of steek in ieder geval een duim op aan de onderkant of zoiets. Vergeet niet te abonneren, Jeroen. Oh ja, abonneren. Alsjeblieft. Dankjewel. Doei. Tot volgende week.